Jongens, welkom bij deze nieuwe Content Fame video. We staan hier op het kasteel bij het dakterras uit te kijken over de prachtige stad Content Fame, jongens. Wat hebben we toch veel progressie gemaakt. Ik heb mijn pet weer achter zijn voor, anders zie je mijn ogen niet. Ik kan wel even laten zien. Kijk, jullie denken, nou, ik vind dit altijd leuker eruit zien en zo. Maar als ik nu ga gamen zo en ik ga zo zitten, ja, dan zien jullie gewoon mijn ogen niet. En dat is gewoon lelijk. Dus ik moet mijn pet helaas wel achterstevoren doen. Maar goed, ik wilde deze Content Fame video beginnen met een bezoekje aan Boer Jan, jongens. Hij is vorige aflevering in ons leven gekomen. Hij heeft de molen heeft hij geclaimd tot zijn huis. Vond ik helemaal prima. Ga ik geen moeilijk over doen. Dus ik dacht, laat ik deze beetroepsoep nou even samen met hem opeten. En ik, oh, stom, ik had net dat ik trek, maar ik zit gewoon een stukje vlees te eten. Maar ik had die eigenlijk moeten bewaren, want deze heb ik van hem gekregen. Maar laten we er even heen. Oh mijn god, wat is hij aan het doen? Hij zit in het water hier. Jan! Jan, hey, goeiedag. Wat ben je aan het doen? Je zit in het water. Man. Dit is lekker koel, cool, yeah. Lekker fris. Het is lekker fris, ja, maar man. Het is november, joh. Het is helemaal niet warm of zo. Nee, daarom, ja. Kom uit het water, kom. Oeh. Ik wil even lekker. Ik heb je soepje heb ik nog. Die heb ik nog niet geprobeerd. Ik dacht, ik kunnen misschien even samen proberen zo. Nog niet geprobeerd? En ik wil even gewoon naar je vragen. Ik versta je nog steeds niet wat je zegt. Je bent zo moeilijk te verstaan. Je soep nog niet geprobeerd? Ik heb mijn soep nog niet opgegeten, nee. Oei. Ja, dan kunnen we het toch nu nog samen proberen. Yeah. Hey, ik wil even vragen, hoe gaat het met je, voel je met je thuishoes, met je ezels? Ik zie dat het graan lekker aan het groeien is. Ja, yeah, ik mis. Het begint er allemaal goed uit te zien. Ik mis wel. Wat mis je? Bieten. Bieten? Hoezo? Ja, je hebt nog geen bietenfarm. Nee, maar ja, ik kom zo wel bij. Dat komt wel goed, joh. We gaan een keer een bietenfarm voor jou laten groeien en zo. Dat komt helemaal goed. Mag ik binnenkomen? Nee. Nee? Nee. Hoezo niet? Oh, gewoon hè. Jongens, Boerjan, wat is er mis met Boerjan? Ik heb hem letterlijk een huis gegeven. Hij mag hier wonen. Hij is zo gemeen. Hallo, Boerjan. Hé, hey, nou joh, wat ding. Mag ik binnenkomen? Ja, maar niet naar boven. Kom. Ik ga niet naar boven, prima. Hé, hey. Hoe is het hier? Voel je al een beetje thuis? Ja, ja. Ik ga er even lekker bij zitten hier, zo. Ga maar, ik blijf al staan. Maar, voel je al thuis? Ja, helemaal prima, ja. Lekker soep mee maken. Meer lekker soep. Soepie. Ik hoor wel zombies of zo, klopt dat? Hier. Ah, ik hoor allemaal monsters. Verdom. Zacht, ik ga ze voor je killen. Ja, denk ik. Waar zitten die dingen? Ik gok hier achter. Oh mijn god, er zit ook een creeper. Oeh, ga weg. Sterf. Oh. Oké, laten we daar even snel belichten voor Boerjan. Het is niet de bedoeling dat zo meteen zijn huisje op is geblazen. Hier, kijk, het is hier veel te donker, man. Zijn heks is er ook. Allemaal rare dingen hier. Nog meer belichting. Zo, kijk. Ik wil niet dat die Boer Jan bang is in zijn eigen huis. Oh mijn god, de creeper. Zo, die is dood. Maar waar komt die zombie dan vandaan? Zit hij hieronder of zo? Ah, hier zijn ze. Kijk eens aan. De schoften. Hier gaan we het ook belichten. Het is gewoon een grot hieronder waar ze allemaal in spannen. Ah, dat komt ook gewoon hier ergens weer in de middle of nowhere uit. Even kijken. Oh, dat is gewoon bij zijn huis. Top. Daar ben ik weer, Jan. Zo, waar ben je? Waar ben je? Zo, waar ben je daar? Zo. Zo. Wat hoor ik? Nee. Jan? Oh, hij is hier boven. Hij wil sowieso niet dat ik naar boven ga, hè, die Jan. Wat verbergt hij allemaal? Nee, ben ik weer. Daar komen we nog wel achter. Hé, hey, Jan. Hé, hey, nee. Sorry. Ik heb het modse probleem opgelost. Maak je geen zorgen. Oh, dankjewel, ja. Ja, dat is helemaal top. Maar, De ezels werden al helemaal overstuurd, hè? De ezels werden overstuurd, ja, dat snap ik met al die zombiegeluiden en zo. Meneer, je gaat beginnen, denk ik. Nou, kom. Kijk, ik wil hier gewoon een appelboom. Appelboom hebben we hier. Twee appelbomen hebben we hier zo. Appelbomen, wacht nou even. Waar heb je het over? En dan lopen we even verder zo. Oké, appelbomen. Hè? Nou, dan lopen we verder. En dan wil ik hier waterput. Ja, wat wil je? Een waterput met wifi. Een waterput met wifi? Ja. Wat? Oké. Voor de toekomst, leer maar nooit. Ja? Oh, ben ik de deur vergeten terug te plaatsen. Ja, en wat nog meer? Wacht even, voor... Hier. 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 Hier, ja? Kipschuur. Een kippenschuur. Met twee verdiepingen. Twee verdiepingen? Hier. Een kippenschuur met twee verdiepingen. Dan kunnen ze van de bovenste verdieping naar beneden dwarrelen en dan leren ze bij je vliegen. Oké, maar je komt hier allemaal mee. Ik wou alleen even kijken hoe het met je gaat. En dan gaan we hiernaast. Hier zo. Dit lijkt een hele bietenakker met berekening installatie. Een wat? Een bietenakker. Met beregeningsinstallatie, je weet wel. Beregeninginstallatie? Ja, voor de droogte dat de beet nog goed kunnen groeien. Waar heb jij het allemaal over? Beregeninginstallatie, wifi op een waterput. Ja, en dan wil ik hier aan deze kant hier, ik weet niet hoe je dit gaat maken, maar ik wil hier een overdrukt schuur hebben voor mijn machines. Ja, dit is een beetje krap om dat hier te doen, Jan. Ja, dat dacht ik ook wel.
Dus misschien dat ik daar vind ik wel een plekje voor, oké? Maar wacht even. Yeah. Ik kwam hier alleen om even te vragen hoe het een beetje ging. Hooguit een bietensoepje met je te eten. En één dingetje voor je te doen. Maar nu wil je twee appelbomen. Je wil een waterput met wifi. Router. Je wil wifi router. Yeah. Je wil hier een, wat is het? Een bietenfarm of een bietenlandschap. Weet ik voor wat hebben met... Een kippenschuur met twee bedemmingen. Oh ja, kippenschuur wil je nog hebben, weet ik voor wat. Een bietenak met beregeningsinstallatie. En ik wil ook ergens mijn schuur hebben voor mijn machines. En dat wil je dat ik dat allemaal ga doen? Ja, ik heb het even in een boekje geschreven, want ik wist toch weer dat je het in mijn kwier ging raken. Oh mijn god, waar heeft hij het? Hij wil natuurlijk allemaal dingen voor hem doen. Maar jongens, wat was hij daar boven aan het doen? Jullie horen allemaal posters en zo en ik mag niet naar boven. Vorige aflevering was ook al geheimkamertje waar ik niet heen mocht. Dus laat even in de reacties weten wat jullie denken dat daar boven gebeurt. Is mijn boer Jan geheimzinnige dingetjes aan het doen? Nee, ben je weer. Een hele boekje met een heel boekje met wat je wil dat ik ga doen. Dit moordje mieken. Oh mijn god, weet je, ik ga dit zo even lezen, oké? Ja, nee, wel. Prima. Hé, betaal je me ervoor of wat? Nee, weet ik niet. Ik heb niet zoveel. Ja, maar waarom wil je nou zoveel? Dat je weet, dat kost toch wat? Ik heb gebeld met u. Gebeld? Ja, ik heb gebeld met bedrijf hier zo, dat ze komen. En u bent, Ga lekker even naar je beetje toe, ik ga wel wat regelen, oké? Komt goed. Die zombie moet je even doden. Nee. Jongen, die boer Jan. Nou jongens, laten we beginnen met even slapen. En dan gaan we nog één keer het boekje lezen. Dit moertje mieken. Waterput met een wifi router voor de kids. Voor de kids. Overdekte schuur voor mijn trekkers. Appelboom. Bietenakker met beregeningsinstallatie. Kippenschuur met twee verdiepingen. Hok voor mijn ezels. Miet waterbak. Ook nog een hok voor zijn ezels. Dit moet af zijn op 9-11. Het is vandaag 9-11. Jullie kunnen het niet echt zien, maar het is letterlijk vandaag 9-11, jongens. Hallo, boer Jan. Oh mijn god, wat ga je doen? Nou, ik ga even kijken hoe het was. Ik zie nog geen cap. Ik heb nog helemaal niks gedaan. Ik heb alleen net je boekje even gelezen. Oh ja, als je een bak koffie wil, kom maar even naar binnen dan. Dat komt goed voor een bak koffie, voor een extra bak bietensoep. Oké, jongens, laten wij beginnen met het simpelste van allemaal. En dat is de waterput met een wifi-router. Nou, weet je, ik ga die wifi-router... ik weet niet, dat bestaat niet eens in Minecraft. Dus laten we hier maar gewoon ruimte maken voor een mooie put. Jemige. Nou, laten we wat spulletjes halen. Alright, jongens, ik heb allemaal gekke spulletjes gehaald. Laten wij die kant even opvliegen, dan zijn we sneller. Zo. Dan doen we hem denk ik op dit plekje hier. Nou, dit is misschien te ver in het midden. Laten we sowieso even kijken. Misschien dat ik dan dit zo beter kan doen. Zo. En dan van dit ook gewoon even op kan stampen eerst. Zo. Kijk, en dan hier gaan we hem bouwen, weet je? Dat hij iets verder in het ding zit. Dit is het midden. Hier komt daadwerkelijk de put. Zo. Lekker simpel. Ga niet te ingewikkeld doen natuurlijk. Hoppakee. Moet een klein putje voorstellen, weet je? 1, 2, die weg. Die... Oh, die moest ik laten staan. Oh. Zo, en tonk. Hoppakee, die carven we even, dat het er mooi bij past. Doen we aan deze kant het touw waar je aan kan trekken als je daadwerkelijk zo... die emmer zo omhoog wil trekken natuurlijk, weet je? Ziet er leuk uit zo. Dan gaan we even dit pakken. Hier zo, tonk, tonk. Ik moet oppassen dat ik de crops niet kapot maak, want dan wordt denk ik Boerjan heel boos op me. Dat ik de krop zelf al gebouwd heb. Zullen we aan deze kant dan een button doen? Gewoon om het een soort van netjes af te sluiten. Hier zo. Nou, dan nemen we de trapdoors, gebruiken we mooi. Hier een mooi trap. Oh, ja, die moet dicht natuurlijk. Deze er tegenaan. En dan wel twijfel ik. Ga hem zo doen. Ja, dit is mooier. En dan doen we hier namelijk op. Oh, dat kan niet. Dat kan niet. Dan hebben we daar natuurlijk helemaal ook niet dit voor nodig. Wat doe ik moeilijk? Heb ik gewoon een chain voor nodig? Laten we dit verhalen. Tegenwoordig heb je gewoon in Minecraft van die prachtig mooie chains. Maar heb ik die nog, is de grote vraag. Heb ik nog chains? Nee, maar dan moeten we die even kopen. Gelukkig hebben wij een grote ijzerfabriek waar we dat allemaal kunnen kopen tegenwoordig. Pakken we één prachtige diamant hier zo. Lopen we hierheen. Doen we zo tonk. Inwisselen voor een diamond. En hebben we 32 chains. Misschien is dat ook wel mooier dan iron bars aan de zijkant. Ook voor de touw waar je aan trekt, weet je. Om daar ook gewoon een chain te plaatsen. Even kijken hoor. Dus kijk. Daarop, hè. Tonk. Ja. Oeh, wacht. Zullen we dat sowieso even proberen om te kijken. Hoe gaat dit eruit zien? Zo. Nou, ik denk dat ik daar dan juist de iron bar mooier vind. Omdat die meer matcht met... Hij matcht daar meer mee, zie je? Dit is mooier. Moeten we even omhoog bouwen. Bouwen een ponk. Bonk. Oh. En bonk zo. En dan doen we daar bovenop een simpel puntje. Nog even de laatste trapdoors hier op de hoekjes. Kijk. En ik denk dat we dan al een hele simpele put hebben die gewoon klaar is. Toch? Of niet? Ja, dan moet je hieronder nog wel zo. Ja, ik denk dat dit gewoon goed is. En wat doen we dan als wifi router? Ja, weet ik veel trouwens. Laten we hier even een plantje doen. Heb ik daar iets voor? Hebben we een bloemetje? Hier, pakken we dit bloemetje zo. En die doen we erin. Wat hoor ik allemaal weer in het huis van Jan? Wat is hij aan het doen, ouwe?
Wacht, misschien kunnen we even een beetje bespioneren. Oh, hij heeft de gordijnen opgehangen. Wat handig. Daarom kan ik gewoon niet daar naar binnen kijken. Dat is een geheime kamer. Ik hoor weer potions. Hij is weer bezig. Hij is er allemaal gekke dingen aan het doen, die Jan. Verdacht. Oké, laten we even een wifi-router maken. Nou, ik verzin wel wat. Nou, jongens, ik heb een lightning rod gepakt. En ik ga gewoon tegen boer Jan zeggen. Die snapt het waarschijnlijk helemaal gereed van dat dit zijn wifi-versterker is. Dat zal hij vast wel geloven. Maar waar gaan we die plaatsen? Kijk, Jan, ik kom net met de wifi-router aan. Die wil ik even tot slot erop plaatsen. Oh ja. En dan is hij helemaal zo goed als ready. Oh ja, helemaal goed. Hey, no dorp toe. Ik heb een boodschap. Je moet naar het dorp. Ja, dan Annie Heijn is een goede aanrader om je boodschap te doen. Ja, dus let je heel even op het huis? Ik let heel even op het huis, prima. Ja, denk je wel. Oké, jongens, die tijd gaan we mooi gebruiken om even gewoon letterlijk naar die geheime kamer van hem te gaan. Nou, hier is de wifi-router van je hierop. Oké, kan je zo met het internet verbinden, verzin het. En tot slot doen we even de normale dirt omwisselen voor core dirt. Die had ik expres meegenomen. Zo, kijk. Nou, het ziet er toch goed uit. Een mooi put. Een sandje erbij. Zo. Doen we daar ook nog even core dirt. Nou, dat ziet er helemaal prima uit, dit joh. Doen we hier ook nog even core dirt of normaal dingen van maken. Dit ziet er goed uit. Ik ben hier tevreden mee. Oké, maar Jan is weg. Het is donker. Waar is je tweede ezel? Wat is dit nou? Oh, dit lijkt wel gewoon op wiet. Alsof hij gewoon wiet aan het maken is. Wat gaat hij doen? Hè? Waarmee gaat hij dit heen vervoeren? Dit stond er net nog niet, jongens, dit. Wat een mysterie ze allemaal omtrent, Jan. Oké, ik ga ze nu dan naar boven kijken. Oh mijn god, volgens mij is hij er weer. Hij is er weer, hij is er weer. Hey Jan, ik wilde net even wat nieuwe bietensoep pakken. Oh ja, nee, ik ben mijn tas vergeten. Voor de boerderij. Oh, pak je tas mee, joh. Prima. Nee, nee. God, joh. Okay, het is te riskant. Ik ga niet naar boven. Het is te riskant om nu naar boven te gaan. Maar wat is dit? Dit is gewoon... Dit lijkt echt op wiet. Met een ijzer daar. Waar wilde dit heen vervoeren, joh? Verdachte dingen allemaal, jongens. Jullie moeten zeker in de reacties even achterlaten allemaal wat jullie denken dat hier gaande is. En vergeet even niet te liken. Succes in de stad, Jan. Zet je boodschappentas gewoon een grote emmer. Ik ga niks anders. Prima, ga je gang. Hoi, hey, ik weet voel me af, hè. Heb je ook verstand van camera's? Verstand van camera's? Nou, hey. We hebben geen camera's in deze stad helaas, Jan. Ook niet installatie. Nee, ik kan mijn best doen, maar ik heb niet zo... Nee. Oké. Hij wil ook gewoon niet dat het bekeken wordt. Verdacht mannetje. Laten we even skippen wat daar boven gebeurt. Dat houden we dan nog even een mysterie voor mezelf ook. Want ik ben te bang dat hij er mij op betrapt. Zeker omdat ik net al naar binnen liep dat hij er gelijk ineens weer was. Dus, dit zegt mij voor mij al genoeg dat hij met gekke dingen bezig is hier. Maar laten we gewoon even de klusjes afmaken. Ik pak het boekje er even bij. Waterput met een wifi-router. Nou, laten we die eventjes weghalen, want die is af. Die kunnen we gewoon deleten. Overdekte schuur voor mijn trekkers. Die skippen we nog even. Appelboom. Oké. Bietenakker met beregeningsinstallatie. Wat is dat allemaal, jongen? Alright, jongens. Wij gaan de andere taakjes doen van boer Jan natuurlijk. Maar hier achter mij staat Julian. Die kwam ik even tegen. Die kwam hier even kijken wat hier allemaal gaande was. Die had boerenland nog niet gezien. Ik dacht, Julian, weet je nu je toch bent? Ik heb een mooi taakje voor je. Dus laten we even contact zoeken met hem. Oh hallo. Jee, maar wat de hel? Wat? Wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat stond hier met vragen? Stond met vragen. Oh man, wat is je stem? Wat is er met mijn stem? Record het, ik ben benieuwd. Die stem is zo haperig. Wat? Ik sta er echt niks van. Oh mijn god. Huh? Wacht. Wat versta je dan niet? Van alles. Ik versta er helemaal niks van. Wacht. Hallo? Hallo, hoor je me beter? Nee, het is nog steeds. Neem het eens op, ik ben benieuwd. Neem het eens op. Ik snap het niet. Maar versta je überhaupt wel een beetje wat ik zeg? Je klinkt echt als een soort van alien. Neem het eens ja, op. Ja, ik ben het aan het opnemen. Oh mijn god. Maar... Ik ben dat totaal niet te verstaan of zo. Ik snap er echt helemaal geen reet van. Oh mijn god, hij pakt het de geluid van me. Wacht, moet ik het naar je toe sturen? Ik weet niet of dat kan. Ja. Oké, ik hoorde een soort van ja. Ik had net ben een Jeep. Nu normaal te verstaan? Oh ja, je bent nu normaal. Ja, het was de microfoon van mijn camera die had Het was zo geniaal. Maar wat is er? Wat, Oké, ik ga eens even slapen. Oké, kijk, je ziet natuurlijk dit prachtige nieuwe gebied hier. Ik ben druk bezig met het verbouwen van het land en zo. Ik heb dit pad hier, natuurlijk, zo. Heel mooi, heel prachtig. Die gaat zo meteen hier met de bocht mee naar links. En dan gaat hij daar over de brug naar voren en zo, weet je? Ja, ja, ja. Nou, dat ga ik allemaal doen. Maar het ding is, hier, als we door deze bomen lopen, hier, dan heb je allemaal van die hoge, rare, witte bomen en zo, weet je? Die lange slungels. Als we helemaal doorlopen, dan kom je uit hier, bij nog één laatste boom.
En dan bij een best wel lijpe, ja, een lijpe klifje, een mooi hoekje, weet je. Waar ik op zich wel wat mee kan. Ja. Maar het ding is, die bomen staan best in de weg. Die birchbomen hier. Dus als jij zin hebt, mag je die bomen hakken. En dan mag je het hout gewoon houden. Ja, ik heb die, ja. Ja, ik zie hier, anders heb ik wel een leuke taak voor je. Ja, dat is toch leuk? Ja, oké, okay, ja, prima. Ja, ik heb niks te doen. Je mag het hout houden, gewoon alle birchbomen. Meer niet. En dan tot ongeveer het randje. Nou, doe maar gewoon alleen de birch, want het randje is ook. Dus dat is eigenlijk perfect. Gewoon de oakbomen laten staan en de birchbomen hier tot al, alle birchbomen in deze radius weg. Ja, nou niet op de buik. Gewoon in dit, tussen de twee heuvels in, weet je? Ja. Vooral gewoon. Ja, that's it eigenlijk. Oké, dan zou ik dat doen. Wat zeg je? Ik heb toch niks te doen, dus ja. Nou, ik wens je veel plezier. Is goed. Als je wat nodig hebt, ik ben daar. Ja, is goed. Nou, de Julian die gaat lekker mijn bomen omhakken. Dan kunnen wij hier beginnen met het bietenakker, met de bietenakker. En ik heb echt geen flauw idee. Ja, ik weet dat bietenakker gewoon land is. Als in, ik wil zeggen, ik heb geen flauw idee. Ik heb wel gewoon een idee. Ik moet gewoon letterlijk hetzelfde als dit doen. Maar dan hier en dan met bieten. Maar ik wil dat ongeveer tot dit randje hier laten lopen. En dan hier moet eigenlijk die cliff even komen. Ik wil denk ik hier niet zo'n heuveltje hebben. Ik wil een beetje een cliff zoals dat hebben hier. Dus laten we beginnen met dit randje hier ongeveer zo weghalen. Zo. Even denken hoor. En dan laten we dat doorlopen tot even wat nieuw gras nodig. Zo. Lekker tot het randje tegen het kasteel aan. Want dan kan je na het kasteel ook niet meer gelijk naar links. Dat pad moet hier moet gewoon weg. Zo. Kijk. Vullen we dit helemaal op. Het landschap hier was gewoon net te steil. En als het te steil is, dan maken we er een cliff van. Want dan kunnen we daarna eronder en erboven plat maken. In plaats van dat het dan zeg maar zo naar elkaar toe loopt. Weet je, loopt het dan zo en dan last minute loopt het toen. Heb je gewoon veel meer ruimte. Dat is serieus echt een goede aanrader, vind ik altijd. Als je echt te weinig ruimte hebt, maak gewoon het zorg dat het net zoals dit gewoon plat is overal. En dan maak het met zo'n die, ja, zo'n cliff hier en daar. Hier ook, weet je. Kijk hoeveel ruimte je dan creëert voor jezelf. Dat is zo ziek. Nou, hier ga ik hetzelfde doen. Dan gaan we dit gewoon allemaal weghalen zo. Hoppakee. Hoe wil ik dat hier doen? Ja, dit randje moet wel een beetje netjes blijven. Zo kunnen we waarschijnlijk ook wel met een cliffje doen. Dan kan dit gewoon allemaal weg hier. Zo, hebben we niks meer aan. Mooi is, dan hebben we hier best wel wat ruimte gelijk als je links komt. Dit pad moet ik hier ook even een keertje aanpassen. Ik vind dit maar niks dat het half steen, half weet ik voor wat is. Maar dan heb je hier ook veel meer ruimte. Kunnen we hier misschien ook een kraampje maken of een gebouwtje of iets verzinnen. Want dit hier gaat allemaal weg. En gelukkig is het allemaal dirt. Er zit er bijna geen steen. Daar is steen laat, maar ik heb helemaal. Ik heb geen gelijk. Ik zeg, gelukkig zit er geen steen tussen. Want dan kan ik gewoon alles met mijn shovel doen. Maar het steen is toch tevoorschijn gekomen. Nou, halen we het steen ook toch nog eventjes weg, hè? Zo, dan is dat gedaan. En wat we hier doen, is gelijk het pad een beetje zo door laten lopen. Zoals dit. Of het pad gewoon het niveau van de vloer natuurlijk. Dat moet het hoger zijn. Dan hier. Oeh, even denken hoor. Ik denk zo. En dan stopt het daar al gewoon. Precies zoals hier. Want dan kunnen we daar gewoon een ster plaatsen. Is dit gewoon het pad, weet je. Oeh, zo. Ja, dit. Dit is goed. Hier maken we ook pad van. Hoppakee, zo. Dit steen moet ook eventjes weg worden gehaald. Om daar ook namelijk dirt voor in de plaats te maken. Zo, hoppakee. Gaan we dit allemaal platwalsen. En dan gaan we zo meteen natuurlijk pas de details eraan toevoegen. Namelijk de, ja, de andere blokken die in het pad zitten. Oké, dan nu gaan we de cliff even maken. Nou, dit is een heel klein stukje. Dus het gaat helemaal niet heel veel werk worden. Dat is het grote voordeel. Beginnen we met het randje hieronder zo. Hoppakee, dan zit het randje eronder. Dan gaan we alles wat onder dat randje zit moeten we weghalen. Moet natuurlijk langzaam naar binnen lopen. Dat is het idee van een beetje in een cliff. Zo. En dan nu heel simpel de details eraan toevoegen. Of de details niet eens. Gewoon de vorm eraan toevoegen. Ik kan niet eens details noemen. Alle dirt even ertussen uitplukken. Hoppakee. Oh, het steen hieronder moet nog weg. Oké, dat ziet er prima uit. Dan nu. Dit gedeelte hier moet namelijk ook nog even netjes. Het ziet er namelijk nu echt niet uit. En laten we daar dan even een mooi bosje hier overheen laten groeien. Zoals dit, weet je. Hier een mooi bosje die hierheen loopt tot de grond. Prima, zoals dit eventjes nu. Dan laten we dit dirt even een beetje diepte geven. Het is natuurlijk nu een heel plat randje, wat niet echt de bedoeling is. En dat is ook weer gedaan, zoals dit. Prima. Voegen we nog net wat meer diepte toe door even wat stairs en slabs en zo hier te bouwen. Dan gewoon even, krijg je net een ander gevoel erbij, weet je. We net even van die onmogelijke ja, vormpjes maken die je niet alleen met blokken kan maken, weet je. Nou, hier en daar een gat in de muur. Zoals dit. Ziet er ook goed uit. Hoppakee. Hier en daar een buttentje. Alsof het een uitstekend rotsje blijkt te zijn. Zo. En dan is dit in ieder geval klaar. Qua vanaf deze kant. Vanaf deze POV dat we ernaar kijken. Ben ik alleen niet tevreden over dat randje daar. Want dat steekt niet uit zoals de rest, weet je. Misschien kunnen we dat fixen. Ook al is het daar wel een beetje te klein voor. Enigszins prima zoals dit. Misschien dat we daar gewoon een kraampje bouwen die dat bedekt, weet je. Dat komt wel goed in de toekomst. Ga ik niet te veel detail hier nu aan toevoegen. Want het gaat uiteindelijk om hierboven. Oh. Het gaat uiteindelijk om hierboven natuurlijk. Want we willen hier de akker maken.
Dit was letterlijk alleen de enige reden dat we dit hebben gedaan, is dat we hier boven de akker kunnen maken. En we gaan die akker natuurlijk maken, jongens, met een prachtig muurtje eromheen, zoals de rest. Dat wil ik doen. Kijk, nu steekt het natuurlijk heel erg uit en dat ook is zo. Maar als je dat overal doet, dan klopt het gewoon echt, weet je. Dan heb je overal zo'n cool muurtje. Dan loop je hier ook tussen de muurtjes door. Ja, dat gaat cool worden, jongens. Daar gaan we voor. En dit gaat ook echt een grotertje worden, hoor, dit. Nou, laten we beginnen. Eerst gewoon ervoor met cobblestone. Laten we hem hier tegenaan lopen, denk ik. Tegen het kasteel. Dan hoef ik namelijk niet de muur veel verder te doen. Dan wordt de muur namelijk ook nog een beetje betrokken bij, bij het land hier. Zo, dan is de vorm gemaakt. Dan gaan we nu overal even wat steen toevoegen. De 50-50 variatie natuurlijk. Oké, zo, hij is helemaal gemaakt. Oh, er is alleen geen ingang. Oeh, dat is eigenlijk dan zo perfect om die ingang dan hier te doen. Halverwege het pad van dit namelijk. Dan is het niet compleet dicht. Dan heb je toch nog wel een ingangetje erin, weet je. Kijk, dan kunnen we dit pad namelijk hierheen doen, zo. Oh, ja. Ja, moet wel 3 breed trouwens zijn, dus zo. Oeh, dat is perfect, hé. Mooie ingangplek dit. Hoe staat het voor met Julian? Oh, maar deze is ver, hoor. Die Julian is lekker alle boompjes langzaam aan het ommaken. Ik ben trots op je, Julian. Oh, wat ben je goed bezig. Laat allemaal even in de reacties achter. Dankjewel, Julian. Je bent een topper. Oh, mijn god, alsof het over de duivel heb. Ik schrik me kapot. Ik schrik me helemaal kapot. Ik had het echt letterlijk net over je. Ik was daar naartoe aan het kijken. En nee, sta je hier. Is dit goed? Dit ziet er goed uit, ja. Dit is prima. Dit is gewoon het... Ja? Oh. Er staat echt zo'n oogje, een boom daar zo. Ja, die staat best wel mooi op zich. Gewoon in het midden daar een beetje, weet je. Maar die kan je laten staan, joh, voor nu. Het gaat er even om dat het pad voor mij duidelijk is, dat ik zie... Kijk hoe cool het ook is, weet je. Dat bedoel ik nu, dat kan je nu zien. Het, zeg maar, de stad gaat zo. Hierheen heb je zo'n T-splitsing naar die kant van de heuvel en die kant van de heuvel. Zie, die heuvel staat echt in het midden. Wat gaat er met de outpost voor de gebeuren? En daar ben jij hertog, hè? Dan mag jij beslissen. Dan mag jij helemaal beslissen. Ja, dat mag jij helemaal beslissen, joh. Dat is jouw outpost. Die heb ik aan jou gegeven. Jij bent de hertog. Dat weet je. Je bent de hertog van dit koninkrijk. Ja, ik heb ook deze. Wat is dit? Hertoghakker. Nice. De hertoghakker. Ja, je mag beslissen wat je ermee wilt. Ik ga het pad erheen brengen en dan kan jij zeggen van nou, dan mag je daar gewoon doen wat je wil. In principe, kijk, dan heb jij misschien de oorlog met Bram uiteindelijk, maar hè, dat is niet mijn probleem. Jij bent daar ben ik niet zo bang voor. Ja, laten dat is mooi. Laten we komen, inderdaad. Nee, maar tja, ik weet niet als je nog wat wilt. Ja, die bomen daar moeten ook weg. Ik bedoel, die daar op het pad staan. Die ook even weg. Ja, die mag je ook gelijk weg, Ali. Kan je wel. Nou, die Julian is goed bezig. Laten wij dan ook even goed bezig zijn en deze hele muur omtoveren. Zo, nou, dat is snel gedaan, jongens. Ik heb een muurtje eromheen gebouwd. Gewoon, althans, die zag ik net al, maar ik heb hem mooi gemaakt. Ik heb vast wat waterdingetjes toegevoegd, zodat we de farm kunnen maken. En ik heb een pad er doorheen gemaakt die helemaal hierheen loopt. Misschien dat we dan hier ooit nog wat kunnen doen of zo. Geen idee. En René is online en die is even gaan kijken voor mij of zij toevallig bieten heeft. Want ik heb helemaal geen bieten. Dat denk ik. Ik heb nog niet gekeken, maar ik ga er niet van uit dat ik bieten heb. Maar goed, laten wij het even omtoveren tot daadwerkelijk platteland. Met deze prachtige diamond hoe die wij vorige aflevering hebben gemaakt. En ik kan eigenlijk die bietroepsoep ook een keertje proberen. Nou, is Boeian ook weer blij hoor, dat ding op heb. Nou, daar gaan we. We gaan het omtoveren. Oeh, wacht. Ik ben de bloemetjes vergeten. Ik moet eerst bloemetjes tussen. En de blaadjes. Bloemetjes en blaadjes. Zie, kijk. Blaadjes en... Laten wij dan weer peonies doen. Oh, René, 15 stack seeds. Hoeveel wil je? 4 stack? Oké, laten we dan een bloemetje. 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 Nog een bloemetje. En nog een bloemetje doen. Dat is meer dan genoeg. Doen we ook even hier de prachtige blaadjes overheen. Kijk, daar zijn ze. De zaadjes. Beetroot seeds. Oh, maar deze zijn er veel. Nou, René, ga maar lekker rondhouden. Dat mag wel. Doe maar voor deze keer. Ja, kijk, ik kan René maar mooi helpen, weet je. Dan heb ik jullie al een taakje gegeven, heb ik René een taakje gegeven. We moeten allemaal een beetje ons werk doen op het platteland, hè. Iedereen moet zo zijn taken doen. Dat is het platteland, jongens. Zo werkt dat. Dan gaan we nu even wat vensters halen, want we moeten natuurlijk ook lantaarntjes ertussen doen. En die heb ik als het goed is hier opgeborgen. Ja, lantaarns heb ik natuurlijk op mijn hoofd. Het moet ook wel licht zijn in het donker natuurlijk, jongens. Of we moeten ook wel licht hebben in het donker, bedoel ik. Anders gaat de crops gaan volgens mij niet groeien. Dat is niet goed voor de crops hier, voor de bieten. Als het donker is. Dus het is mooi dat het volgens mij ook net donker wordt. Ja, want dan kunnen we even goed controleren of overal wel belicht is. Zo, volgens mij... Oh, daar is het niet goed belicht. Juist. Dat spot ik nog eventjes mooi. Hoppa, kijk. Als het goed is, is het nu overal wel goed genoeg belicht. Hier bij de ingang alleen nog niet, maar daar kunnen we dan ook nog zo doen. En op het pad zelf is het ook nog niet echt ideaal belicht. Maar we gaan hier niet grote lantaarnpalen plaatsen of zo, hè, jongens. Nee, daar is het platteland niet voor. Het platteland is juist om de meest simpele dingetjes te hebben. Simpele lantaarnpaaltjes. Hoppakee.
Kijk, dat ziet er goed uit. Hier ben ik tevreden over. Zo, laten we dan nu de beetroot plaatsen. We gaan die hele Jan, die gaan we blij maken, jongens. Oh, hij gaat nog nooit zo blij zijn geweest met bieten. Grootste bietenveld ooit wordt dit. Ik heb alleen het gevoel dat ik veel te weinig bietenzaadjes heb, jongens. Ik denk dat ik echt... Ik vroeg aan René 4 stacks, maar ik denk dat 4 stacks veel te weinig is. Dat ik het echt heftig heb onderschat. Jongens, ik heb een leuke vraag voor jullie. Als jullie Minecraft spelen, wat jullie hoogst... Ja, ik durf bijna wel heel veel geld op inzetten dat iedereen dit kijkt. Zeker op dit punt van de video Minecraft leuk vindt. Als jullie een farm maken, hè, en ook een daadwerkelijk gebruik. Niet zo'n farm zoals dit. Deze is natuurlijk voor bouillon, maar deze ga ik nooit gebruiken. Wat voor iets plaatsen jullie dan? Wat voor eten maken jullie, weet je? Wat voor soort, ja, platteland creëren jullie? Zijn het wortels? Zijn het aardappelen? Zijn het beetroots? Zijn het gewoon normaal graan? Ik ben altijd gewoon, als ik het doe, een voorstander van normaal graan. Vind ik altijd het leukst en het mooist. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd. Ah, René had nog 2 stacks extra. Top. Die gaat waarschijnlijk nog heel eventjes meer halen. Ja, daar gaat ze. En mijn favoriet is altijd gewoon nog steeds graan. Ik ben gewoon een graan fanboy. Ik ben benieuwd hoe dit eruit gaat zien, aangezien beetroots zijn natuurlijk rood. Oh, hier is het eerste voorbeeld. Kijk, het is rood allemaal, zo'n beetroot, weet je? Dus ik ben heel benieuwd hoe dit land eruit gaat zien. Ik denk vooral dat je het groene van boven ziet. Maar als je het doorheen loopt, ziet het er waarschijnlijk heel rood uit. Ik denk dat dat op zich wel een cool effect gaat hebben, hoor. Oké, terwijl René die crops lekker aan het plaatsen is, ga ik vast het pad een beetje upgraden door extra dingetjes toe te voegen. Kunnen in de meanwhile kunnen ook wel slapen. Oh ja, ik heb mijn pickaxe ergens gedropt. Waar is mijn pickaxe? Huh? Waar is mijn pickaxe? Mijn pickaxe is weg. Huh? Oh, daar is hij. Hij was geglitcht. Oh mijn god, ik schrok me helemaal kapot. Oké, dan gaan we er zo eventjes variatie toevoegen. Af en toe even een mooi bosje ertussen natuurlijk. Hoort er ook bij, hè? Zo. Nee, René zegt ook zo. Mooie timing. Pakken we nog even wat sproe, slaps en stairs, zodat we het pad gewoon netjes kunnen maken. Dan is hij helemaal klaar. Dan is het land hier klaar. Meer dan dit wordt het niet, weet je. Hier ook weer netjes zo. Hoppakee. Nou, ziet er goed uit. Laten we dit hierachter even vol proppen met een beetje bosjes, zodat het er netjes uitziet zo. Bosje hier en daar. Zo. Zo, 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 zo. Zo, dan hier ook nog. Bosje, bosje, bosje. Het boomiel meegenomen. Planten we het een beetje vol. Zo. Hoppakee. Hier ook keurig netjes gras. Ja, ook hier bij het, bij het land van boer Jan is ook nog niet netjes gras geplaatst. Hier zie ik het ook al dat het nog niet gefixt is. Leuk man. Details bouwen, jongens, in Minecraft is een van de leukste dingen die er is. Vind ik gewoon eigenlijk nog leuker dan een huis of iets anders bouwen. Gewoon lekker een beetje details hier en daar. Gewoon een beetje versiering. Hoort er allemaal een beetje bij, weet je. Hier ook nog mooi. Oeh, daar wacht trouwens. Hier moeten nog bosjes overhangen. Heb ik die nog? Oeh, mijn bosjes zijn volgens mij op. Kijk, daar gaat René weer zoekend naar bosjes. Dankjewel, René. Laat ook even als je tot dit punt in de video bent gekomen. Dankjewel, René. Je bent de topper achter. Net zoals bij Julian. Kunnen we in de meanwhile kunnen we alvast boommielen? Ik had het een hele lange tijd geleden aan jullie gevraagd, jongens, wat jullie leuker vonden, timelapses of dat ik laat zien wat ik bouw. Zoals vorige aflevering, dit hele gedeelte is natuurlijk allemaal in een timelapse gebouwd. Maar ik heb nu het andere land hier, dat heb ik gewoon gebouwd in een videostijl. Dat ik het gewoon lekker zeg en praten, weet ik wat allemaal doe. Kijk, daar heb je er al. En ik ben benieuwd wat jullie nu leuker vinden. Toen de tijd vonden jullie timelapses leuker. Nou, dat is een beetje 50-50. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie leuker vinden. Laat dat ook gewoon even achter. Ik lees alle reacties. Dus ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden, weet je. Ik laat even wat mooie bosjes. Laten we die bosjes even een beetje hangen hier zo. Hoppakee. Zo. Kijk. Voegt zoveel toe, hè. Nou, dit pad hier fixen we later wel beneden. Want ik weet helemaal nog niet wat ik hier wil bouwen. Ik heb geen idee. Misschien dat hier wel gewoon kraampjes of karren. Of misschien wel gewoon, weet ik veel, waar mensen hun paarden kunnen stallen voordat ze de stad ingaan of zo. Verzin het. Laten we in ieder geval even de eerste indruk van boven hebben. En het ziet er... Oh, dat ziet er goed uit, hè. Wow, wacht. Damn, dat ziet er zo goed uit, jongens. Wow, dit landschap hier is cool geworden. Laten wij het boekje van boer Jan erbij pakken. Bietenakker, niet bereid op regelingsinstallatie. Daar stikt hij maar in, hoor. Dat gaan we allemaal niet doen. Zo. Oh mijn god, ik heb de kippenschuur. Die zou hier komen. Daar heb ik geen rekening mee gehouden. Maar dat maakt niet uit. Het landschap is groter geworden. Doen we hier wel de kippenschuur? Die gaan we hier dan bouwen. Dit is misschien wel een leuke plek voor een klein kippenschuurtje. Oh, het begint allemaal langzaam te groeien, jongens. Wacht, ik ben toch even benieuwd. Hoe gaat het eruit zien? Dit is het gewoon. Dit. Zo ziet het eruit. Dus die daar die ik al eerder zag. Volgens mij was dat deze. Of die hier. Die was al gewoon klaar. Dit rode is gewoon het eindresultaat. Oké, dus dan is het meer groen. En daar ben ik wel blij mee, want ik denk dat groen past er beter bij dan rood. Ja, daar ben ik blij mee. Julian heeft daar mooi alle boompjes weggehaald voor het pad. Dat is mooi vrijgekomen. Kijk, jongens, wat een progressie weer vandaag. Wat een progressie. Die Frederik is vast druk bezig met plannen bedenken allemaal in dat kasteel daar. Mijn kasteel nog steeds. En ik ben hier gewoon lekker vredig op het land aan het werken. Hij zal nooit zoveel rust vinden als ik. Rot Frederik. Oké, jongens, wat we dan nog gaan doen is, wil ik even de kippenschuren uitstellen tot de volgende keer. Maar wat ik wel wil maken is het hok voor zijn ezels en een appelboom. Dan wordt de overdekte schuur
schuur voor zijn trekkers. En de kippenschuur, die komt nog wel, weet je. Die komt dan hier en zo. Maar de appelboom komt natuurlijk hierachter, jongens. En ik denk dat ik daar gewoon letterlijk een simpele sapling voor ga plaatsen. En dan met paint of met itemframes wat appeltjes erin ga doen en zo, weet je. Want er is niet veel ruimte voor een mooie grote boom hier. Want als ik een grote boom, dan wordt de boom net zo groot als de molen zelf. En dat wil ik niet. Dat wil ik dan liever daar hebben in plaats van erachter, weet je. En dan doen we hier leuke bosjes erbij en zo. En dan hierachter tegen de muur een overkapping voor de ezels doen we. Wat hooi erbij en zo. Klinkt dat als een leuk idee, ezel? Klinkt dat als een goed idee? Dat is volgens mij een ja. Sia was voor me aan het bidden van alsjeblieft doe het inderdaad. Ik wil overkapt zijn. Alright, ik heb alle spulletjes gepakt. Laten we dan beginnen met de overkapping. Doen we bonk hier, dan doen we bonk hier, zo. Hoppakee, hoppakee. Nou, die trouwens, die bonk, die gooien we even hier. Nou, eentje verder. Hier, zo. Zo, zo. Gooien we daar een ster op. Gooien we hier een ster op. Nou, trouwens, slaps. Alleen maar slaps. Sters wordt te stijl, te groot. Het is een te groot blok. Bonk, bonk. Bonk, bonk. Leuk vormpje erin creëren. Hoppakee. Kijk, hebben we een mooi vormpje zoals dit. Een beetje de breedte of de hoogte toevoegen. Het hoeft allemaal niet te ingewikkeld te zijn, hè, jongens. Hier, kijk, zoals dit. Zie je, dit ziet er gewoon prima uit. Trapdoortje hier, zo eromheen. Om dat blok een beetje af te bakenen. Het pad er leuk naartoe brengen. Oeh, dit is wel moeilijk dat die kar hier dan zo staat. Dat is een beetje onhandig. Nou, hier komt dan de boom. Laten we zeggen hier zo. Komt de prachtige appelboom. Loopt het pad, loopt er zo omheen om de appelboom. Hooibaal hier mooi in het hoekje toevoegen. Hier ook een beetje hooi. Nou, dat die weg doen we zo. Hier in de grond ook nog hooi. Die ook weg. Nou, hier in de muur ook hooi. Dat ziet er wel leuk uit. Nou, maar die andere. Cool. Nee, ik wil die andere. Nee, die andere. Ah. Oh mijn god, kom op. Ik kom zo. Juist, zo wil ik hem. Dan. Even denken. Hier. Nou, die mogen trouwens wel weg, deze. Zo. Oh, jemig. Zo. Dat kost namelijk te veel ruimte, want ik wil hier zo. Kijk, hoppakee. Hoppakee. Misschien een beetje diepte erin zelfs, dat we het even zoals dit doen. Zo, zo. Zo, zo. Kijk, er wordt een waterbak. Die kunnen we dan vullen. Ik heb toevallig 2 of 3 emmers meegenomen. Toevallig ook weer niet. Ik heb eraan gedacht. En leuk is een trapdoor. Je kan van die onmogelijke vormen maken. Zoals dit, weet je. Dat je denkt, huh, maar dan heeft de bak een voorkant. In plaats van dat het zo'n vierkant ding is. Kijk, dan doen we hier water. Hier. En hier, weet je. Kijk hoe cool dit eruit ziet. Dit is toch gewoon lijp. Mooi kampvuurtje erbij. Waar we dan ook trapdoors omheen doen. Zo. Zodat het lijkt op een soort, ja, hè. Vuurkorfje. Wat bosjes in de grond. Wat bosjes tegen de muren hier zo. Bosje die er overheen hangt. Hier en daar een platgestampt dingetje. Mooi flowerpot erop. Ik heb alleen niks om erin te stoppen. Cooldron hier. Dan de fences waar de dingen aan kunnen gaan staan. Hier zo, weet je. Hier een paaltje en hier een paaltje. Plaatsen we daar de trap door. Oeh, dat kan iets. Hier kan hij wel erop. Die maken we gewoon lager, zoals dit. Dan kan hier kan boommeel komen. Hier ook zo. Hier moet het pad daar natuurlijk heen. Dan kunnen we hier dit gewoon leuk opvullen met bosjes zoals dit. En een beetje begroeien. Oh, er is wel heel veel roosjes. Dan moet zodra die kar weg is, kan ik het pad hier doormaken. Zo, bosjes toevoegen natuurlijk. Bosjes is echt key, jongens. Bosjes is key. Ja, dit ziet er gezellig uit, man, hier. Halen we even heel veel gras weg. Want hier komt meer koorsdeurt dan daadwerkelijk normaal dat pad gestampte gras. Omdat die beesten leven hier natuurlijk. En die, ja, die maken alles letterlijk helemaal vies, weet je. Het zal een beetje modderig allemaal eruit zien in plaats van mooi met gras. Weet je? Hier zijn we tevreden over, jongens. Hoppakee. Nou, kom hier, meneer de ezel. Ik weet niet waar... Zit jij aan vast? Je zit hieronder vast ergens. Wacht, dan ga ik wel gewoon zo ver lopen dat je dat ding losschiet. Losschieten. Losschieten. Hop. Anders moet ik de vloer hakken. Ik moet in de vloer hakken. Waar zit jij vast? Oh, je zit daar vast. Juist. Neem we je mee. Dan zetten we jou hier aan het paaltje. Hoppa. Zo, dat is 1. Die zit vast aan het paaltje. Lekker overkapt als het regent. Blijft hij natuurlijk droog. En meneer de andere ezel, waar zit jij? Jij zit gewoon hier vast. Kom maar gezellig mee. Jij krijgt ook een mooi plekje. Pas op voor het vuur. Pas op. Ik zeg nog pas op voor het vuur. Kom maar gezellig mee hier. Dan zetten we jou aan deze vast. Hoppa. Kijk, kan je gelijk drinken wanneer je wil. Niet in de bak, want dan verdrink je. Een mooie overkapping voor jullie. Nou, wat een goed leven, hè. Hier ook nog even wat koorstuurt. Maar iets minder dan bij de ezels. Zo. En dan gaan we daar gewoon letterlijk een sapling plaatsen voor een boom. En dan wordt dan de appelboom. Mooier kan ik het eigenlijk ook niet maken, hè. We doen even alsof het pad hieronder nu ook al gewoon gefixt is, weet je. Zo, doen we gewoon koorstuurt. Ook even wat belichting. Het is hier namelijk nog behoorlijk donker. Gewoon even hier en daar gewoon zo'n dingetje, weet je. Zag ik kwaad. Dan hier bosjes erbij. Zo. Planten we dat ook weer helemaal mooi vol. Hoppakee. Nou, tot slot de appelboom, jongens. Laten we even sapling pakken. Zullen we een dark oak doen of een normale oak? Ik doe een normale oak. Ik denk dat dat wel gewoon prima is. Weet je, een normale oakboom. Even kijken. We zien dat het wel heel leem gaat zijn. Oh, deze is ook gewoon laag. Nee. Oké, een oakboom vind ik nu al poep. Plama, de oakboom gaat weg. We doen een andere. Zou ik dan toch een dark oakboom doen? Maar die gaat wel dik zijn. Dat is een beetje het probleem. Dat is wel een dikketje, weet je.
even denken hoor. Oh mijn god, ik heb maar 1 meegenomen. Dat werkt natuurlijk niet met een... Oh, maar dat werkt natuurlijk niet zo. Je hebt 4 nodig. En die heb ik niet. Nou, dan wordt het toch een oakboom. Jongens, het gaat echt... Het is echt een rollercoaster. Wat een achtbaan van emoties, deze boom. Het wordt toch een normale. En dan maar hopen dat het gewoon een mooie normale wordt. Die iets hoger op zijn beentje staat, weet je. Kijk, zoals dat daar. Dat is een perfecte. Die heb ik nodig. Oké, maar jongens, wat ik dus nu zojuist in een filmpje heb gezien. Als ik nu hier een blokje plaats. En dan vervolgens hier een slab op doe. En dan zo. En dan nu dit laat groeien. Dan. Krijg mijn grote. Oh, ja, dit is een perfecte boom, jongens. Dit is de perfecte appelboom. Oh mijn god, hé. Ja, dit is de perfecte. Doen we er een mooi lantaarntje onder zo. Barreltje tegenaan. Kistje aan de andere kant. Zijn die de barrel en de dinges één maakt, zoals dit. Ja, dit is leuk, man. Oh, wat ben ik hier uiteindelijk tevreden over geworden. Nou, ziet er goed uit allemaal, jongens. Laten we er even overheen vliegen. Oh, ja, ik denk dat... René staat erbij. Ik denk dat boer Jan hier heel blij mee kan zijn, hoor, met dit. Ik denk dat hij hier heel blij mee gaat zijn. Oh, die ezels. Wat is er mis met de ezel? Ja, René, kan jij er iets aan doen? René zit ook echt te kijken. Wat gebeurt er met deze ezel? Zo, even mijn inventory geleegd. Dan kunnen we hier gewoon weer normaal rondlopen. Dan kunnen we weghalen. Hok voor mineensels met waterbak. Die staat er. En appelboom. Ja, je moet zelf maar kijken of je de appels in kan laten groeien. Helaas kan ik dat niet echt laten zien. Maar ik durf te wedden als je hier een paar blokjes van hakt, dat je wel appels krijgt, weet je. Dan kan je zelfs nog een leuke hangstoel aanhangen. Komt helemaal goed, jongens. Maar goed, met de feestende ezel achter mij die weer lekker rondjes... Oh, hij valt wel mee. Hij is nu geen rondjes aan het draaien. Ah, kijk, daar gaat hij weer. Ga ik de video afsluiten, jongens. Het was een leuke progressievideo. Even een ander soort content frame video dan normaal. Normaal is het een beetje van alles en nog wat. Vandaag heb ik lekker gefocust op het bouwen van dingetjes. Soms vind ik dat gewoon leuk om te doen, weet je. Dat ik denk, nou, vanavond gaan we een survival video maken. Waarin ik gewoon echt merendeels lekker aan het bouwen ben. Dus dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. En te reageren gewoon met iets leuks of zo. En dan nu, oops, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content fame deel. Heb je hem nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date? Is zoals de video waar ik boer Jan heb leren kennen. En dan nu spreek je later. Graag, Sjoa, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!